Hey YouTube, welkom weer bij een nieuwe review van Bier en Spijs met Thijs Tijd. Deze keer ga ik Bier de Kleine Beer, Beer uit Lemmer reviewen. Kijken wat het is. Ik heb hem gisteren live in de ontdekking gedaan. Dus we gaan zien, daar zijn ongeveer alle biertjes van. Dat zijn twee verschillende, waarvan één flesje en drie. Rond, dubbel en trippel. Dus we gaan kijken wat het in de neus, mond, kleur, smaak doet. Dus we gaan er nu even over kijken. Ik ga trouwens het glas blijven, maar er zit al een klein barsje in de rand van het glas. Dus laten we dat maar niet doen. Het vind ik een beetje zonde als je zelf daar een bloedlip mee openhaalt. Dus we gaan hem inschenken. Zo, even extra licht erbij doen voor de kleur. Nou, voor dit mooie blondje is het een mooie kleur. Schuimkraag is goed. Dus gaan we kijken wat dat in de neus gaat doen. Hij ruikt een beetje kruidig. Een beetje met de koriander. Zeg, de geur is niet vervelend. Mooi kruiden, in ieder geval wat ik zeg. We moeten gewoon even kijken wat hij in de mond gaat doen. Proost. Ah. Kruidige proefje wel een beetje. Maar in dit is in ieder geval niet vervelend. Dus het is gewoon leuk om te drinken, heerlijk. Dan geven we zelf als een gerecht aan pittige kip curry. Of je goed in beeld krijgt. Zoals je ziet. Dus gaan we even verder even inschrijven, kijken wat hij qua kleur nog gaat doen. Dan vervormt. Ja, dat doet hij. Dat wordt aardig troebel. Dus qua kleur is hij wat niet meer doorzichtbaar. Ik ga even kijken hoe het nu de smaak is en de kleur. Hier zou ik het nu dus niet. Dus gaan we ook even kijken wat hij nu nog op de smaak doet. Ja, en daar proef je echt niet kruid erin. Veel ook wel lekker romig. Wat dun aangeeft dat ik pittige kip curry. Ja. Kan. Maar ik zou ook gewoon bij een andere rijsttafel doen. Dus van Chicken Tonight, die van een kant op. Met kip à rij, curry, saté. Daar pas je ook hartstikke goed bij. Nasi gerechten. Zou deze ook erg goed bij passen. En hij blijft gewoon echt. Nou, dat is het laatste beetje in heb geschonken, erg troebel, maar niet vervelend. Als ik deze een cijfer voor de tijd moet geven, is het 3,574. Mocht deze, ik ga hem lekker nog niet deze avond. Ik vind dit een lekker speciaaltje. Klein weer. Het smaakt echt goed. Ik zeg in ieder geval. Mocht je deze review leuk vinden, klik op like hier beneden. Mocht je meer van me willen zien, live sessies of meer reviews, abonneer je dan op mijn kanaal. Bier met Spijs, met Thijs Tijd.
wens jullie een hele fijne avond. Tot snel bij de nieuwe.